Goedemorgen, beste abonnees, beste kijkers. Nou, ik ben Lambert en welkom op mijn kanaal. Goed, dit is even het huisje waar ik heb geslapen. Het is gewoon een stapelbed voor twee personen. Het is heel minimaal. Er zit een koelkast in. Er zit nog een waterkoker. Dit is het schitterende uitzicht van het huisje. Goed, nou ja, zoals gisteren heb ik dus, vannacht dus, heb ik nog wat opnames kunnen maken van... Dit zomernacht, de zon niet helemaal onder gaat. Die gaat helemaal niet onder, die blijft gewoon bovendoor de zon. Nou, het schijnt dat de beelden redelijk goed gelukt zijn, alleen ja, het was wat bewolkt. Dus dat is dan weer jammer. De motor is weer bepakt, zoals jullie zien. Dus ik heb wel de extra warme kleding in de jas gedaan en in de broek. Het is best wel frisjes hier, 8 graden. Stevige wind vanaf die kant. Ik ga apart naar beneden. Ik ga mijn Duitse vrienden opzoeken. Dan gaan we nog een certificaat halen bij het toeristinfo. En dan gaan we verder richting de Noorse kust. Richting Lofoten, dat is de bedoeling. Maar goed, daar komen we vandaag niet. Dat is nog 600 kilometer of zo, dus we gaan het zien. Ik zal zeggen, nee, ik zal het niet zeggen. Ik zie jullie, jullie zien mij straks op de motor. Hey, doei. Nou, wat ik al zei net, bepakt. Helemaal klaar voor te gaan. Niks vergeten in het huisje. Het is best wel frisjes, maar goed, ik heb de extra kleding aan. Het is wel met een pak aan, zo wel lekker aangenaam. Nou,
Wat ik al zei, ik ga eerst even naar beneden naar het toeristeninfo-certificaat halen van de Noordkaap. En dan richting verder Noorwegen in, langs de kust weer zuidwaarts. Zo. Nou, er wordt geen regen voorspeld vandaag, gelukkig. Ik zag ook niks op de buienradar. Dus dat moet goed komen. Het zal wel een koude dag worden. Dus laten we gaan. We gaan afdalen naar beneden. Kijk jongens, mooie schitterende omgeving is dit hoor. Ik blijf het gewoon herhalen, dit is gewoon fantastisch. Het Arctische natuur. Nou, dat zie je ook in de hooggebergte natuurlijk in Oostenrijk en dat soort in de Alpen, laat ik het zo maar zeggen. Zo. Klepje dicht, anders is het te koud aan mijn ogen. Goedbye Noordkaap, ben bij je geweest, heerlijk. Sneeuw, scooter, sneeuwmobiel, snowmobiel. Ja, het is wel weer een redelijke wind, stevige wind. Ik heb het nu in de rug trouwens. Ja, dat maakt het natuurlijk ook wel koud en ijzig. Nog een laatste keer genieten van deze weg. Want het, wat ik hier weer kom, dat is dan vers 2. Maar wie weet, zeg nooit nooit. Maar dit was een unieke ervaring, een unieke belevenis om hier te mogen zijn. Dan zie je al de mist. Goed, het is nog 20 kilometer naar beneden. Naar beneden zo zitten we hier maar 20 kilometer verderop. En toch. Jullie laten beelden voor zichzelf spreken. Zijwet van links. Oh, wel een beetje goed te zien. Het is een ontzettende dichte mist hier. Dus ik rij maar lekker rustig. Het is kaas niet te zien. Ik wil ook niet naar beneden storten. Echt super koud. Wie is het hier? Dus 8 graden, geef de thermometer aan. Het wordt iets lichter nu, maar blijf een mooi voorzichtig de lijnen volgen. Ik wil natuurlijk wel heel thuis komen. Ja, mist is altijd vervelend rijden, hoor. Of het motor, auto is, het is echt vervelend. Ja, wist je dat we straks van laag komen, dat de mist dan wat minder dik is?
gelukkig hier al iets beter. Kijk, een huisje van graszoden. Waterval, watervalletje. Ja, en dan te bedenken dat dit een zomer is voor de mensen die hier wonen. 8 graden. Want gisteren was het dan een iets warmer, maar ook niet veel warmer, een graad of 10. Ja, beneden in de zon, uit de wind, dan is het nog prima te doen. Dan was het een graad of 14, 15. Dat voelt toch wel lekker. Maar wat is dit toch een prachtig landschap. Geweldig. Ik geniet hier zo intens van. Zie dat gebergte daar eens voor je. Oh, oh, oh. Dikke rotsen. Dat is gesteente. Het water hier, dat heel kristalhelder is. Een beetje een blauwe kleur heeft en vooral als de zon erop schijnt. Boven was het vanochtend en vannacht, vannacht en vanochtend, was het echt stil. Het was zo'n bijzondere stilte, dat ken ik niet. Je hoort, en trouwens, 's nachts 1:30 hoor je de vogels fluiten. De leeuwerik en de beeuwen die vliegen nog rond. Ja, bijzondere ervaring is dit. Ik kan er niet over uitgepraat raken, want... Maar eigenlijk moet je dit gewoon zelf beleven. Dit is gewoon uniek. Nou, de temperatuur is al opgelopen naar 10 graden. Dat verneem je ook gewoon. Dat is gewoon wat aangenamer. Maar goed, hoe verder we zuidwaarts gaan, dan zal het inderdaad steeds warmer en warmer worden. Toeristinfo, daar moeten we zijn. Nou ja, zoals we gisteren hier gekomen zijn, moeten we ook weer een heel stuk terug. Op dezelfde weg weer terug, maar nu zie je het gebied dan van een andere kant. En dan moeten we hier dan straks rechts. Kijk eens, mooi, prachtig zo'n dorp. Dit schijnt ook het noordelijkste dorp te zijn, zag ik op het bord gisteren. Er zit ook een hele historie achter. Nou, de temperatuur loopt langzaam op. Het is nu 11 graden. Ja, dat voel je ook gewoon direct. Wij zitten in het Scandic Hotel, dus hey, hallo. Nou, ik ben bij de toeristeninfo voor het certificaat. Nou ja, het is zaterdag. Ik had het niet in de gaten, maar ze zijn pas om 10 uur open. Dus ik moet nog een uurtje wachten. Nou, niet dat het erg is, want dit is gewoon, wat ik al eerder zo vaak gezegd heb, het is gewoon een schitterende omgeving. Dus, en ik moet toch even op mijn Duitse vrienden wachten, dus... Het komt allemaal goed. Kijk, daar komen die Duitse vrienden al aan. Alleen Olaf
En Maaike moet er nog komen. Ja, Olaf en Maaike komen ook niet. Goed, nou dan komt nog even een cruiseschip binnenvaren. Die gaat hier waarschijnlijk daar aanmeren. Ik ben benieuwd. Het schip is nu aan het keren. Waarschijnlijk zal deze loods, schip zal er ook zo naartoe gaan. Ben dat toch immer? Ja, nach vorne fährt er gar nicht. Ja, nee. Nur hinten ben het er. Goed, het keren neemt nog wat tijd in beslag. Ja, wordt de achterste even gekeerd. Volg even nog eventjes. Je hebt het nooit eerder gezien, wel een mooi gezicht om te zien. Goed, nou we hebben besloten om toch nu maar niet te wachten op het certificaat. We moeten nog een aantal kilometers rijden voor we bij een ander hotel zijn. Dus laten we gaan. Nou, het cruiseschip is bijna aangemeerd. We hadden gehoopt dat hij daar zou komen, maar ja. Nou goed, we hebben toch nog even mazzel. We wouden eerst op pad, maar toen kwam toevallig nog iemand van toeristen info. Vroeg inderdaad om of ik nog een certificaat wilde. Nou, ze was net op tijd, anders waren we weg geweest. Dus we hadden een mooi geluk. Nou goed, inmiddels zit de boot ook aan. De boot, het cruiseschip ook aangemeerd. Nou, nog even een certificaat halen en dan gaan we op pad zuidwaarts via Noorwegen.
zal even daar snel naartoe lopen. En een filmpje maken. Goed dat je die lederhond aan had. Het is 22 graden. 22? Ja. Ja. Van 6. Het wordt zo warm jetzt. Nou, kijk eens hoe mooi dit is. Schitterend. Prachtig. Nou, ik zal even wat foto's maken. Nou, even een korte break. Even wat kleding uit en dan. Zo, als het even een beetje verkeer achter me let, dan gaat het goed. Even kleding uit, het was te warm. Het is 24 graden. Dus ik heb nog wel de broek. De winterbroek nog aan, maar dat is niet zo'n probleem. Al 31 graden geeft hij zelfs aan. Maar zal tijdens de rijden wel zakken. Nou, het is heerlijk weer, prachtig gebied. Dit is inderdaad geen meer, maar dit is verbonden met de Noordzee. Het is een fjord. Maar wat een prachtige omgeving. Nou, we gaan er weer kilometers maken. Bijzonder bouwwerk. Daar hangt de bui. Dus ben benieuwd hoe ver we het nou droog houden. Volgens de berichten de weerverberichten, wat tenminste de buidraden, dat zou het niet op onze pad komen. Maar goed, daar hangt er nog wat. Nou, ik denk even regenkleding. Goed, nog even een pauze. Want we hebben behoorlijk wat regen onderweg gehad, onweer. Dat was niet fijn, dus ik heb een heel stuk niet kunnen filmen.
Kijk, we hebben onze regenkleding allemaal nog aan. Ja, we gaan nog. Het is ongeveer nog 57 kilometer naar het hotel. Ik heb nog niks geboekt, maar goed, ik zie het wel. Ik denk dat er wel een plaatsje ergens vrij is. Daar maak ik me geen zorgen om. En anders kan ik gewoon in een tent. Dus nou ja, de trip wordt zo weer vervolgd. Ik heb de camera nu wel weer op zitten, dus ik ga nu wel weer filmen. Het regent wel. Kijk, en daar hangt nog wel een bui. Tje, maar niet meer zo erg als wel wat kilometers terug. Dus, jullie zien me straks weer op de motor. Nou goed, wat ik net al even aangaf. Ik heb nu weer de camera gemonteerd. In een prachtige omgeving. We hadden het er net over. Volgens mij is daar in de verte nog een gletsjer of iets dergelijks. Dus we gaan zien. Nou, ik zie dat het geluid nu wel werkt en het voorgaande keren niet. Dus wat daar nu weer het probleem is, weet ik niet. Nou, het is ongeveer nog 57 kilometer tot aan de hotel. En wat ik ook net aangaf, ik heb niks geboekt. Dus maar de ervaring leert dat er altijd nog wel plek is. En het is ook geen hoogseizoen, dus ja. En anders heb ik de tent altijd nog bij me. Dus ik maak me niet zo druk over hoor. Het is iedere keer nog goed gekomen, dus vandaag ook wel. Nou, daar gaan we weer. Ja, dat was een redelijke bui hoor, die we hebben gehad. Onweer erbij, hevige wind. Dus dat was geen pretje. Maar goed, we hebben gewoon lekker rustig aan gaan doorgereden. Rustig aan doorgereden. Ik heb voor de zekerheid toch die camera-spullen eraf gehaald. Want ja, het heeft wel redelijk water vast, die GoPro, maar toch. Nou, we rijden nu eerst met hem lekker door. Nou, de temperatuur is nog steeds heerlijk. Het is zelfs warm om hier te zijn. Even kijken. Het is 24 graden. Ik heb de zweet ook op de hoofd staan. Nou, kijk, daar zie je het voor. Ik weet niet of het goed te zien is. Er zijn vooral van die forellenkwekerijen. Oh nee, forellen zijn. Moet mij zo horen. Noorse zalm. Zag ik hier al veel meer. Niet dat soort wat zijn het? Bassins. Goed, het blijft af en toe een beetje spetteren nog, maar goed, dan zie ik weer blauwe stukken. Wat we net hadden, dat was echt zwart. Je zag gewoon in die verte gewoon een deken van regen naar beneden komen. Het onweer erbij. Nou, dan komt er natuurlijk bij onweer, staat vaak een stevige wind. Dus nee, dat was niet, niet dat ik angstig ben, maar ja, goed, dat soort dingen wil je liever niet in rijden. Ja, dit is de eerste keer voor mij in Noorwegen, maar gewoon geweldig. Dit is toch, ik vond Zweden ook mooi, maar het is een heel ander landschap. Dat is wat vlakker en dat heeft meer bos, veel meer bos. Goed, weer een regenbui op het hoofd gehad. Nou, het is 5 kilometer van een hotel, dus ik kijk of daar ook nog plek is. Dan moet ik verder zoeken. Goed, dat zal ongetwijfeld wel goed komen. Dus nog even geduld, Lammert. Zo. Nou, de GoPro deed net ook alweer vreemd. Die wilde weer niet uit. Is toch een drama af en toe. Maar ja. Niets aan te doen. Het is zoals het is.
ook een grote tent. Ik weet niet of het een feesttent is of voetbalaanleg. Oh, dat kan ook zo, een voetbalstadion zijn. Voetbalveld, daar kunnen ze inderdaad 's winters ook nog voetballen. Hey, hallo beste abonnees, beste kijkers. Nou, vandaag een mooie route gereden. 375, 76 kilometer, zoiets. Komt niet op een kilometer aan, hè. Mooie route gereden, alleen halverwege een beste onweersbui gehad. En die heeft best wel lang geduurd. Dus ik heb mijn camera-apparatuur maar opgeborgen. Zodat het een beetje fatsoenlijker blijft. Want het zou zonde zijn als een stuk ging, dan hebben we niks geen filmpjes meer. Dus, maar een hele mooie rit. En we zitten nu in Saskiosen. Dat is ergens in een fjord, in een baai. Fjord. Er zit een haventje bij. Daar heb ik een hotel geboekt samen met mijn Duitse vrienden. Dus we hebben eerst samen nog even heerlijk gegeten. En ook nog even een biertje natuurlijk. Dat hoort erbij. Ja, de omgeving is hier schitterend. Het is nu weer redelijk mooi weer. Het is balbewolkt. Aangename temperatuur trouwens. Het is wel graden 22, 23 nu. Terwijl het ongeveer een uur of 8 is in de avond. Dus dat is helemaal perfect. Ja, goed. Jammer van de regen. Nou, ik sta hier nog even in een beekje, riviertje, beekje. Ik ben even aan het wandelen. Gewoon even een beetje ontspanning naar een... Zo'n rit is best wel vermoeiend. Ik hoop dat ik beter kan slapen dan afgelopen nacht. Want afgelopen nacht was het inderdaad heel vroeg. Was het iets van half twee, wat ik al zei. En ik heb een uurtje buiten geweest met de drone en de timelapse. Dus nou ja, we gaan het zien vanavond. Ja, je moet gewoon wennen aan de helderheid. Dat zo helder is, zo lang licht is, s'avonds. Ook mijn... Enkele Duitse vrienden hebben er last van. Die kunnen dan ook de slaap niet vatten. Het mooie landschap maakt het allemaal weer goed. Het is echt genieten hier in Noorwegen. Het is een prachtig land, absoluut. De uitgestrektheid, de bergen, de fjorden. De kale vlakten, als het ware, die we in het begin van de video hebben gezien. Tenminste, begin, later, toen we bij de Noordkaap wegkwamen. Ja, schitterend landschap. Schitterend landschap. Dus ik zal straks proberen om nog iets van de kamer te filmen. Dat zal ik volgens mij voor 2 dagen terug ook al doen. Dat is weer bij doorgeschoten. Ja, maar goed. Op een gegeven moment, sommige dingen zijn gezellig. En dan dat ga je weer naar je kamer. En dan denk je er niet meer na. Jullie zien mij straks nog wel even weer terug. In een kleine video over mijn kamer. In mijn kamer is en de locatie waar ik zit. Dus tot straks. Nou, even een klein videootje van mijn kamertje, hotelkamer. Maar goed, één bed. Bureau met TV, er is nog een wastafel, nou, plus de motorspullen allemaal. En dan hebben we hier nog een toilet met douchegelegenheid. En met een geweldig mooi uitzicht. Kijk dit. Hoe prachtig dit is. Schitterende locatie. Ja, schitterend landschap. Ik val van een en andere verbazing van schoonheid van het landschap.
Een klein avondje daar. Nee, het is gewoon ongekend. Het is een heel mooi landschap, Noorwegen. We zitten hier aan een fjord. Ik weet zo de naam niet meer. En in de verte zie ik gewoon de bergen nog met sneeuw erop. Dat is gewoon prachtig. Nou ja, zoals je ziet, gewoon een eenvoudig kamertje. Niks mis mee. Prima. Goed voor mijzelf en goed te doen. Vanavond niet al te laat op bed. Ik ga hem eerst nog even opfrissen. En dan weer op tijd eruit voor een volgende trip richting Tromsø. Ik heb daar voor mezelf een bezoek gepland aan het Hard Rock Café daar. Dus daar ga ik dan morgen naartoe. De Duitse vrienden rijden nog door naar... Goed, zet er even onder. Ik kan die naam helemaal niet uitspreken, niet onthouden. Maar goed, die rijden door en die gaan naar ergens overnachten en de volgende dag naar Lofoten. Dus ik ga kijken of ik ze nog weer bij ze kan komen. En anders is het inderdaad vandaag en morgen de laatste dag dat we gezamenlijk verder rijden. Dus we gaan het zien. Weer een lekker douchen, tijd slapen. Morgen vroeg lekker ontbijten, bijkomen en dan weer op pad. En dan het volgende doel. Dus beste abonnees, beste kijkers. Ik zal zeggen tot morgen en tot de volgende video. Hey, doei hè. Running through the